Er komt binnenkort een einde aan de ombouw van studentenkamers naar studio's. Dat mocht sinds 2017, maar het gebeurde volgens wethouder Philip Broeksma te vaak en daarom mag het binnenkort niet meer. Om de druk van het aantal studenten te verminderen in een straat of wijk mocht je van vijf kamers vier studio's maken en van drie kamers twee studio's. De studio's werden voor een dermate hoge prijs verhuurd dat de studenten vaak niet meer in aanmerking kwamen voor de woning. We hebben een aantal jaren geleden geregeld dat uh, studentenkamers naar de studio's uh, omgebouwd konden worden en dan steeds eentje minder. Dus vijf kamers konden dan vier studio's worden. Om ook de druk van het aantal studenten in een wijk, om dat uh, wat te verminderen. En de studenten hebben dan een, uh, een, een betere kwalitatieve uh, kamer. De regeling werkte dus niet. Wat we merken is dat het uh, zijn doel voorbijgeschoten is. Die, uh, door de druk op de kamermarkt zijn die studio's zo duur geworden dat eigenlijk die studentengroepen niet meer kan betalen. Dan komen andere, uh, andere mensen in. Of soms uh, uh, studenten zeggen: We gaan met z'n tweeën in zo'n studio zitten, want dan kunnen we het wel betalen. En in plaats van minder studenten komen er dus eigenlijk meer studenten in zo'n uh, pand te wonen. Eigenlijk ongewenste ontwikkeling en die willen we stopzetten. De gemeenteraad heeft vorig jaar met een motie besloten dat er een einde moet komen aan de ombouw van studentenkamers naar studio's.